Gemeente, we openen het woord van God vanmiddag in het Nieuwe Testament. En we lezen uit Handelingen 4, de eerste 22 versen. Handelingen 4, vers 1 tot en met 22. Dat zijn de gebeurtenissen in de nasleep van Pinksteren. Dat gaat in één adem door. En dan worden de apostelen opgepakt, gevangen gezet. We horen het woord van God uit Handelingen 4. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden: wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer. En omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan, ter wille van het volk. Want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie de teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. Laat dan ook het onderwijs van de Kerk van de Reformatie lezen uit zondag 11. Catechismus, zondag 11. Dan komen we bij het gedeelte dat ook wel het middenveld wordt genoemd. Over wat we belijden over God de Zoon en onze verlossing. Daar wordt de vraag gesteld: waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd?
omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan ook zij in de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, door dat te doen verloochenen zij de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij hem met de mond roemen. Want één van tweeën, of Jezus is geen volkomen zaligmaker, of zij die deze zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in hem bezitten wat tot hun zaligheid noodzakelijk is. Het thema voor de verkondiging is: Jezus is het antwoord. Wat is de vraag? En mocht u liever luisteren aan de hand van punten, dan doen we er maar drie. In de eerste plaats eenvoudigweg Jezus, dus zijn naam. Dan Jezus alleen en dan Jezus helemaal. Jezus, zijn naam, Jezus alleen en Jezus helemaal. Jezus is het antwoord. Er zijn hier wel mensen die verstand hebben van graffiti. Ik weet niet of je dat ooit een keertje op een muur hebt gekladderd. Jezus is het antwoord. Zo stond er een keer bij een metrostation in Praag op de muur gekalkt. Er was iemand waarschijnlijk naar een kerk geweest of een samenkomst. En die had vol enthousiasme dat op de muur gezet. Maar in andere kleur had iemand anders erbij gezet, erachteraan. Maar wat is de vraag dan? Eigenlijk wel een goede, vindt u niet? Je kunt wel zeggen, Jezus is het antwoord. Maar heb ik iets gevraagd? Misschien herken je het wel. Zondag in, zondag uit hoor je over Jezus. En je kunt het wel aanhoren en misschien zelfs mooi vinden, maar hoezo Jezus? Heb ik behoefte aan hem of zo? Had ik iets gevraagd? Jezus, misschien dat je zegt, ja, maar sorry hoor, ik zit al jaren en dag in de kerk, kunnen we zondag 11 niet een keertje overslaan? Lijkt me sterk dat ik nog iets hoor wat ik niet wist. Had ik iets gevraagd? Jezus is het antwoord. Wat is de vraag? Misschien ook wel goed om die vraag tot je laten doordringen. Dat je denkt, ja, als ik om me heen kijk in mijn buurt, op het werk, bij mijn collega's. Als ik spreek met mijn vrienden, ze hebben hun leven prima op orde. Ze zijn niet al te arm, ze kunnen aardig rondkomen. Ze kunnen op vakantie. Ze geven het leven een voldoende. Waarom zouden die mensen zitten te vragen om Jezus? Hoe landen die woorden eigenlijk in onze tijd, in onze eeuw? Jezus is het antwoord. Wat is dan de vraag? Misschien helpt die reactie ons ook wel om erover na te denken als we het hebben over Jezus. Weten wij dan wel waar onze vrienden, collega's, buurtgenoten mee zitten? Wat hun vragen zijn, als die niet gelijk uitkomen bij Jezus en de behoefte om het evangelie te horen? Of kunnen we die vraag uitbesteden aan de evangelisatiecommissie? Laat die maar nadenken over de vraag wat mensen aan behoeften hebben en hoe dat raakt of niet raakt aan Jezus. Misschien zouden we erachter komen dat mensen misschien meer behoefte hebben aan een koffieochtend een keertje in de kerk, in de eerste plaats, dan aan een folder. Gewoon dat iemand tegen je praat en je ziet. Misschien is dat een eerste behoefte in plaats van een evangeliewoord. Misschien zouden we erachter komen dat zoveel jonge ouders verlegen zijn. Hoe voed ik eigenlijk op?
En is dat een grotere vraagteken dan de vraag Jezus? Een vraag die ze misschien helemaal niet zelf zouden verzinnen. Ja, ik ben het met u eens hoor. Je komt wel bij die naam en je kunt er niet omheen. Maar weten wij hoe die naam Jezus landt? Als je die morgen uitspreekt op je werk of waar dan ook, in de flat. Noem maar op. Om die naam gaat het wel, ja. Daar was de catechismus ook helder in. De Engelsen zeggen dat mooi, hè? What's in a name? Nou ja, in die naam Jezus zit alles. Hij die zalig maakt. Zoals zijn naam werd gegeven. Van Gods wegen. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is wel bijzonder. Jullie hebben allemaal een naam gekregen. Maar die hebben je vader of moeder voor je bedacht. De naam van Jezus komt van de hemel. Van Gods wegen bedacht. En dat is wel bijzonder. En als je dan bedenkt dat het eigenlijk maar zo'n gewone naam is. Jozua. De Heere red. Dan weten we het weer even. Oh ja, hij werd geboren toen en daar. Onder het Joodse volk. Qua naam en qua verschijning niet zo opvallend. Maar God had van hem gezegd, hij maakt zalig. Die naam is wat hij doet. Maar wat is dat dan eigenlijk? Zalig maken. Wat denk je dan aan? Als je het woordenboek erop naslaat, dan zie je een heel aantal woorden in de Bijbel die daaraan raken. Dat één en hetzelfde woordje voor tal van woorden wordt gebruikt. Dat bij zalig maken wordt het woordje wordt gebruikt voor verlossen. Voor redden. Voor bevrijden. Voor genezen. Dat zit allemaal in dat ene woordje zalig maken. In ieder geval is duidelijk of je nu over verlossen, redden, bevrijden of genezen hebt. Je bent hulpbehoevend, of niet? Of heb je vanmiddag eigenlijk niks om je handje op te houden bij God? Misschien zit je er nog wel mee. Wat is eigenlijk de vraag als het antwoord klinkt Jezus? Waarvan heb je dan redding en bevrijding nodig? Ik zou kunnen vragen, waarvoor bid je eigenlijk vanavond voor het slapen gaan? Misschien geeft dat het antwoord al. Waar je van bevrijd en verlost wil worden. Waar je van genezen wil zijn. Ook daarvoor geeft de Bijbel trouwens een heel rijtje aanduidingen. Wat dat inhoudt, dat zalig maken, dat bevrijd worden van. Ik noem er maar een paar, want het palet is heel veelkleurig. Maar je kunt inderdaad denken, zoals we zongen uit Psalm 32... Bevrijd van je zonden, zeker. Nog zo'n woordje, bevrijd van ongerechtigheid. Dat ik niet recht voor God sta en recht voor God leef. Maar ernaast ga. Ik kom niet tot mijn bestemming, maar ik wijk af. Ook daarvan maakt Jezus zalig, redt hij. Hij redt van het oordeel over mijn leven. Hij redt van de vloek van de wet. Dat als ik in de spiegel kijk op zondagochtend, dat ik niet voor God kan blijven leven. En ook daarvan verlost en bevrijdt hij. Hij verlost mij van wat de apostel Paulus noemt de toekomende toorn. En als je zegt, ja, nou, ik vind het een heel rijtje, maar het zijn wel zware woorden. Ja, dat is het ook. Dat ben ik wel met u eens. Maar lees de brieven er maar op na. In die toonaarde wordt gesproken over redding, bevrijding, verlossing. Met andere woorden, wat de Heer Jezus heeft gedaan op weg naar Jeruzalem, dat is immens. Echt immens. Niet te dragen. Maar hij ging ervoor. Uit liefde tot hulpbehoevende mensen. Vindt u het gek, gemeente, dat die naam Jezus, op zich een kleine naam,
alleen maar groter en groter en groter wordt naarmate je langer met hem leeft. Dat je als het ware steeds meer gezegend wordt door die ene naam onder de hemel. Hoe langer, hoe groter de bevrijding. Hij verlost hij werkelijk mij? Wat heeft hij een hoop geduld? Wat heeft hij er een hoop voor over gehad? Om mij te redden. Dat is dus niet hetzelfde als hij maakt zalig. Nou ja, dat is dan eenmaal zo en dan ben ik dat stadium van genade voorbij. Ik zeg het een beetje onaardig, nu kunnen we aan de slag. Ja, ik ben het met u eens. Geloof is door de liefde werkende. 100% eens. Dat kan niet anders als er sprake is van geloof. Maar wij blijven voortdurend van moment tot moment afhankelijk van Hij die zalig maakt. Tegenwoordige tijd. Ik raak niet voorbij aan zijn genade. En die genade is wel exclusief. Dat hoor je ook in vraag en antwoord 29. Hij is de enige die zalig maakt in deze wereld. Exclusief. Denk maar aan die bekende woorden van Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan heb je dus geen routekaart meer waaruit je kunt kiezen, maar er is maar één weg. En dat is de weg van Jezus. Zoals de apostelen dat zeiden daar in Handelingen 4. De enige naam onder de hemel gegeven waardoor je moet zalig worden. Dan heb je weer dat woordje moeten wat Lucas zo vaak gebruikt als de aanduiding van dat is van Gods wegen zo. Je kunt geen kant op, er is maar één kant en dat is de kant van Jezus. En anders niet. Dat exclusieve, dat staat misschien wel een beetje tegenover onze beleving. Iemand schreef eens een keertje, Jezus heeft meer bewonderaars dan God. Jezus heeft meer bewonderaars dan God. Wat bedoelde hij daarmee? Dat ook mensen die met God weinig hebben, vaak met Jezus nog wel iets kunnen. Iets van een vrijheidsstrijder, iets rebels, dat hij de autoriteiten uitdaagt van zijn tijd. Naastenliefde, wie is er tegen? Jezus, meer bewonderaars dan God. Dat er weer een nieuwe versie van Jesus Christ Superstar verschijnt. En dan van die koppen als Jezus, zoals je hem nog nooit hebt gezien. Met hem lijken we wel een kant op te kunnen. Maar als je de schriften hoort, het is maar de ene weg van Jezus die tot God leidt en anders niet. En ik weet niet hoe u dat ervaart, maar daar krijg je toch een beetje buikpijn van, niet? Dan sta je daar met je niet gelovige vriend of collega. En het kan dan zomaar dat die heel rechtstreeks die vraag op je afvuurt. En als ik dan niet in Jezus geloof, dan ben je zomaar die intolerante gelovige, niet verdraagzaam, door te zeggen er is maar één naam en anders niet. Ik zit nog wel een beetje met die uitspraak, die graffiti-uitspraak bij de metro. Jezus is het antwoord. Maar wat was de vraag? Dat Jezus de enige weg is, de weg, de waarheid en het leven, ontslaat ons dus niet van de plicht om goed te luisteren om je heen. Goed te luisteren naar die collega van je. Wat heeft hij eigenlijk meegemaakt? Wat heeft hij opgevangen van God in zijn leven? Wat speelt er? Wat drijft hem? Hoe ziet hij het leven en de zin van het leven? Zoals ook de apostel Paulus dat deed in Athene. Eerst goed kijken, eerst goed luisteren en dan het gesprek aan. En dan niet om de naam van Jezus heen. Nee, daar heeft u gelijk in. Bovendien, die enige naam, dat is in onze cultuur misschien nog wel lastiger dan ooit. Want ook jullie op school krijgen te maken met mensen die zijn niet gelovig, maar ook moslim, misschien wel boeddhist. Ja, dan kom je aan met die enige naam. En dan? Nou, ik denk dat de catechismus, hoe oud het boekje ook is, je dan wel helpt. Als je dan in gesprek gaat van wat geloof jij dan en hoe is het christelijk geloof dan?
dan helpt de catechismus je door je te wijzen op, je moet altijd uitkomen, liever nog, sturen aan op Jezus. Want daar gaan de wissels om. Heb je het over de God van de Bijbel? Heb je het over Jezus? Dan kom je dus dicht bij de kern van het evangelie. Een bekend verhaaltje, maar vooruit misschien helpt je het. Ik denk dat je het wel eens hebt gehoord, is het verhaaltje van een man in de put. Dat kun je voor je zien, toch? Een man in de put. Dan komt allereerst Mohammed voorbij. Stichter van het islamitisch geloof. Mohammed komt voorbij de put en zegt tegen de man in de put, Allah wil het. De man blijft in de put. Dan komt Boeddha langs. En Boeddha zegt, laat je verlangens naar een beter leven los en je zult gelukkig zijn. Aanvaarding, acceptatie, ik zit in de put. Maak er het beste van. Als derde, je kunt ze uitbreiden hoor, komt er een hippe psycholoog langs. En die zegt, positief denken. Positief denken en je komt eruit. En de man zit in de put. En dan, maar dat weet je, maar laat het dan nog maar een keertje tot je doordringen, dan komt Jezus langs. Hij daalt af in de put. Hij draagt je op zijn schouders en neemt je mee naar boven. Dus waar de catechisme misschien een beetje onverdraagzaam lijkt door gelijk over Jezus te beginnen en de enige weg, het helpt wel hoor. Dan ben je gelijk bij de kern van het evangelie. Want je hoeft niet zomaar over God te denken en wie is God. Maar bij God mag je gelijk denken aan Jezus, aan een naam. En dan heb je het evangelie al. Hij redt, bevrijdt, verlost. Hij maakt zalig. Dat is trouwens iets anders dan iets zoets hoor. Geen zoetsappigheid bij zaligheid. Want dat hij zalig maakt, daar zit al zoiets in van er moet strijd geleverd worden. Je moet gered, bevrijd worden. Je leeft in bezet gebied. Ben je wel van de eigenaar van wie je wil zijn? Van de boze? Ben je van hem? Nee toch? Hou je nog uit om in gevangenschap te leven? Je wilt toch niet van dag tot dag onbevrijd, onverlost leven? Maar in die naam Jezus schuilt dus de strijd die hij aankondigt. Ik ga ervoor vechten. Want je moet bevrijd, verlost, genezen worden. En dat brengt hem, die strijd, gaandeweg zijn leven, dichter bij Jeruzalem, tot op Golgotha. Daar wordt die strijd op het hevigst zichtbaar. Al die anti-dingen, die dingen tegen God, van jou en mij. En in deze wereld, die machten, die lopen daar op hem aan. Al dat anti. En hij strijdt, al leidend en gaat eraan ten onder. Dat zit in die naam Jezus. Hij strijdt om te bevrijden. En hij toont daarin het hart van God. Zo is hij. Dat betekent trouwens wel dat je met die naam Jezus net iets anders omgaat dan met andere namen. Als ik u een naam noem, dan denk ik dat er in een split second dat u al een koppeling, een link, een beoordeling maakt. Bij die denkt u aan dat, bij die denkt u aan dat. Ik hoef maar een naam te noemen of je maakt gelijk je inschatting. Ik vind hem aardig of niet, een beetje of helemaal niet. Zo gaat dat bij ons. Maar bij Jezus kun je moeilijk op een afstandje blijven staan en denken, nou, ik ga er even over nadenken, wat vind ik eigenlijk van hem? Hij zegt wel interessante dingen. Het zou de wereld misschien een beetje beter maken als we naar zijn lessen zouden luisteren. Eigenlijk heb je die ruimte niet. Als je de schriften hoort en het onderwijs samengevat in de catechismus. Lewis zei het een keertje heel scherp, maar dan onthoud je denk ik wel goed. Lewis zei, je hebt eigenlijk niet de ruimte om iets van Jezus te vinden. Je staat eigenlijk onherroepelijk op een tweesprong.
Als je de evangelie leest en je laat op je afkomen wat hij zegt, wie hij zegt te zijn en wat hij doet, dan heb je te maken met of een idioot. Of hij is werkelijk wie hij zegt te zijn. De Zoon van God. De Zaligmaker. Geen andere smaken. En als u zegt, nou, ik vind dat een beetje grof van die Lewis, een idioot. Mag ik er dan van uitgaan dat u hem ook niet zo behandelt, als was hij een idioot. Dat u hem laat praten in uw leven en maar laat praten. Alleen de naam van Jezus. Omdat hij ons zalig maakt en ons van al onze zonden verlost. Er wordt wel de vraag gesteld, is dat niet een beetje te smal eigenlijk? Te weinig. Dat je dus alleen maar gaat over mijn verhouding tot God en dat dat weer goed is, in orde is. Dat ik weet, mijn ziel is gered. Is dat niet een beetje te smal? Moet het evangelie niet veel breder uitwaaieren in mijn leven en over deze wereld? Ik noem het maar eventjes. Ik weet niet of iedereen dat in de gaten houdt, geeft ook niet. Maar er wordt een boek geschreven recentelijk, dat heet Vrede op aarde. En de schrijver zegt eigenlijk van ja, dat heel persoonlijke één op één tussen God en jou en je ziel, dat heeft eeuwenlang gewerkt. Maar in onze tijd begrijpen mensen dat niet meer. Alleen al het woordje ziel is natuurlijk al uit de mode geraakt. Dat is vervreemdend. Dus je zult het moeten hertalen in bijvoorbeeld, wat hij dan noemt, vrede. Waar vrede zichtbaar wordt in menselijke verhoudingen, daar zie je het evangelie. Dus is wat we nu met de catechismus meebeleiden, is dat niet een beetje te magertjes als het ware? Wat denkt u? Is het te smal dat Jezus mij zalig spreekt, mij bevrijdt van mijn zonde? Bijna egoïstisch, zou je kunnen denken. Ik dacht, laten we die vraag maar vooral aan onszelf stellen. Zou het kunnen dat zo'n schrijver ergens een punt heeft en dat wij te weinig recht doen aan de rijkdom van de beelden die de schriften gebruiken voor wat verlossing betekent? Lees er maar een brief op na vanavond. En elke brief heeft wel weer zijn eigen toonsoort, zijn eigen beeld, zijn eigen kleur, klank. In het spreken over zalig maken. Doe ik daar recht aan? Bij het preken. Doe jij er recht aan? In het bidden. En die veelkleurigheid waarop hij zalig maakt. Die heel persoonlijke bevrijding, jazeker. Maar ook die aspecten van dat hij de machten van deze wereld aan het kruis heeft genageld. En wat dat betekent. En dat als Jezus spreekt over, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wie verloren is. Dat hij dat koppelt aan het genezen van de wonden in deze wereld. Dat hij zonden en wonden niet uit elkaar houdt, maar bij elkaar. Dat als het koninkrijk van God gekomen is, hij redt en bevrijdt. Maar dat dat niet buiten het lichaam en buiten de ziekten en wat dan niet meer aan ellende omgaat. Hij houdt het bij elkaar. En ik? En heeft zo'n schrijver niet ergens een punt? Als het deze week nergens aan mijn leven te merken is, dat hij mij zalig maakt, dat het nergens gestalte krijgt, om met een van de scherpste critici van het christelijk geloof te spreken, de Duitse Nietzsche, die zei, nou, als die christenen werkelijk verlost zouden zijn, dan zouden ze er wel wat verloster uit mogen zien. Zou het kunnen dat hij daar een punt heeft? Nee, ik bedoel niet van een beetje blij gaan doen, een beetje blij gaan kijken, jezelf oppeppen. Maar als hij werkelijk mij verlost,
Zou dat misschien uitstraling kunnen krijgen in het leven van iedere dag? In de omgang deze week met mijn werk? Als hij mij rust en bevrijding schenkt, zou dat iets te maken hebben met hoe ik met mijn lichaam omga? Over mijn houding in tijden van epidemieën? Als hij mij werkelijk verlost, bevrijdt, rust geeft? Denk maar aan Handelingen 4. Wie is er nou in Handelingen 4 vrij? En wie is er in Handelingen 4 gevangen? Ja, de apostelen zaten gevangen. Logisch, dat heb je toch gelezen? Nou, als ik het lees, lijken die wel zo vrij als een vogel. Gevangen als ze zijn. En als ik het lees, lijken de mensen die vrij zijn, die leiders van het volk, gevangen, bang en angstig. Bevrijd hij mij werkelijk? En het mooie bovendien daar in Handelingen 4 is, dat leven van die apostelen, dat lokt blijkbaar de vraag uit. Wie is die Jezus eigenlijk? Dus als wij leven in een tijd waarin je kunt zeggen, Jezus is het antwoord, wat is de vraag? Dat zou toch wel mooi zijn, gemeente, als de Geest zo in ons werkt, dat Hij ons leven als een vraagteken laat zijn aan onze omgeving. Wat hebben die mensen? Waarom kunnen ze... Ik wil niet invullen, maar dat begrijpt u wel, toch? Jezus alleen. En zegt vraag 30 en antwoord 30, het is ook echt helemaal. Het klinkt nogal scherp, vindt u niet? Geloven dan ook zij in de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en hel bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? En dan dat antwoord, nee. Door dat te doen verloochenen zij de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij hem met de mond roemen. Ja, zeg je misschien, maar ik snap het wel. Catechismus 1563, die hebben natuurlijk over de Roomse kerk, de Rooms-Katholieke kerk. En dan het bidden tot heiligen, het bidden tot de moeder gods. Ja, wat wou je daarmee zeggen? Dan ben ik ermee klaar. Geloven wij het werkelijk dat hij ons voor 100% van al onze zonden verlost? Wie in ons midden heeft het nooit gedacht? Ja, zijn naam is Jezus. Hij maakt zalig. Maar mijn zonden zijn nu net te groot. Wie van ons heeft dat nooit gedacht? Dan gaat het dus over mij. Dus niet die gedachte alstublieft. Hij redt de hele wereld, maar mijn zondeportie, daarvoor is zijn offer ontoereikend. Dan liever de brutaliteit van het geloof. Brutaliteit van het geloof, ja. Denk maar aan die Canaanese vrouw, die de deur wordt gewezen door Jezus, want ze hoort niet bij het volk van het verbond. En dan is ze echt op een mooie manier brutaal. Dat ze zegt, ja Heer, maar die hondjes onder de tafel, die eten wel de kruimels op. Wie het waagt met de brutaliteit van het geloof, wordt niet door Jezus teruggewezen. Dat kan niet bij hem. Ik ben er niet zomaar klaar mee met dit antwoord. Al onze zonden. Dat hij mij vraagt, wil je dat wel? Van al je zonden verlost worden. Al je zonden? Weet je het zeker? Dus ook die dingen waar je zo gehecht aan bent. Au, dat wordt al een stuk lastiger. Zoals Augustinus het een keer zei. Heere, bekeer mij, maar nu niet. Door eerlijk. Kortom, gemeente, die vraag en dat antwoord 30 is helemaal niet zo'n open deur. En misschien heeft u wel gedacht, ja, maar heiligen, gereformeerde heiligen, ja, dat snap ik ook nog wel een beetje. Maar gelukkig, ik ben niet zo'n type die dominees biografieën leest. Ik heb er geen last van gereformeerde heiligen. Nee, oké. En ook weer niet te snel trouwens. Want als we dat zeggen, we zijn tegen heiligen. Soms denk ik wel eens, hebben wij niet hard nodig. Nee, geen heiligen, vooruit. Maar wel voorbeelden. Dat onze jongeren mensen hebben aan wie ze zich kunnen optrekken.
in de familiekring, in de gemeente, op school. Ze zoeken het zijn, wat is geloof eigenlijk en wat is dan het leven met de Here? En hoe vind ik hem dan? Hoe mag ik door hem gevonden worden? Nee, dan hebben ze geen heiligen nodig, maar identificatiefiguren. Ik zou het denken. Bovendien ook voor die heiligen geldt, dat is wel subtiel helaas, hè? Door dat te doen verloochenen zij de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij hem met de mond roemen. Wie dan die hun zaligheid en heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Wat te denken van die stemmen van vroeger. Een echt kind van God. En dan komt er wat. Je gaat niet zomaar, wat moet ik invullen, aan de tafel des Heren. Waak ervoor dat je, zie je de beeldjes ontstaan, die je misschien toch vereert. Je beeld in je hoofd, zo ziet echt geloof eruit. Die lof moet ik halen en dan, ja wat dan? Dat je jezelf de weg voorschrijft. Zo en zo moet het gaan. En dus, ja, nu niet. Het moet eerst op die en die manier. Gemeente, het punt is, dan schrijf ik mijzelf niet de weg voor. Maar terwijl het best wel vroom klinkt, schrijf ik hem de weg voor. Heer, u moet wel via die en die route, anders is het niet voor mij. Nou, is hij dan een volkomen zaligmaker? Of is hij het dan niet, als ik hem op die manier behandel? Het heerlijke is dat hij niet onbarmhartig met u omgaat. Als hij vanmiddag opnieuw die woorden in dienst neemt. Die woorden van Jezus bijvoorbeeld. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Moe van zijn, van die zwerftocht. Hoe genade voor mij. Hoe maakt hij mij zalig? Misschien tal van omzwervingen gemaakt langs ideaalbeelden, stemmen van vroeger, ervaringen en nog steeds niet tot rust gebracht. Dan zegt hij vanmiddag nog een keertje. Kom naar mij, vermoeid en belast met je zoeken naar genade. Je zwerftocht mag ten einde komen. Al heeft het een poosje geduurd, al heb je heel vaak die eigen omweggetjes gemaakt, je bent bij mij niet minder hartelijk welkom. Al heb je er 80 jaar over gedaan. Zo is hij, want hij maakt zalig. En je zou kunnen zeggen, de tactiek die hij gebruikt is alles of niets. Zo speelt hij de wedstrijd. En daarmee maakt hij het ons echt moeilijk om niet te geloven, vindt u niet? Je kunt hem alleen al op zijn naam geloven. Zodra ik Jezus zeg, zeg ik de Heere red. Eerlijk gemeente, hoe vaak vergeet ik dat? Als ik de naam Jezus zeg, als ik aan het bidden ben of over hem denk. Dat hij echt zo is zoals hij heet, de Heere red. Hoe vaak vergeet ik het als ik tot hem bid en ik noem zijn naam. Dat ik eigenlijk al het antwoord van hem ontvang in die naam die hij zelf heeft gegeven. Ik red. Echt. Hoe vaak haal ik dan eigenlijk niet zijn naam door een modder. Als ik wel Jezus zeg, maar ik twijfel er eigenlijk aan of hij wel wil redden en wil bevrijden en verlossen. Of heeft u dat nooit? Zou het kunnen dat hij vanmiddag tegen mij zegt, ja, je zegt wel Jezus, maar eigenlijk behandel je mij als misschien verlosser. Maar eigenlijk behandel je mij als meneer dubbelhartig. Eigenlijk ga je met mij om als God beknot.
in plaats van God bevrijd. Zullen we eerlijk zijn, gemeente, en die vraag voor onszelf beantwoorden. Als ik de naam Jezus op de lippen neem, doe ik hem dan recht in wie hij zegt te zijn? Of ben ik bang dat achter zijn gezicht er toch nog een masker zit van een grillige onbekende God, van wie ik niet weet of ik op hem aan kan? Hij zoekt om zalig te maken wat verloren is. Dat doet hij al duizenden jaren en dat doet hij vanmiddag nog steeds. En hij zoekt niet mensen die echt wel een beetje verloren zijn. Echt verloren mensen. Gewoon verloren zoals je bent. Hij zoekt ook niet verloren mensen behalve u. Wat je ook verzint, maar als het ergens incompleet is, is het niet van hem. Dan kun je het een vrome influistering noemen, maar van God kan het onmogelijk zijn, gemeente. Ja, maar ik zit nog met die graffiti. Jezus is het antwoord, wat is de vraag? Maar wat dan als ik geen vraag heb? En ik hoor vanmiddag wel, ik heb bevrijding en verlossing nodig, ik weet het wel, ik kan het allemaal aanhoren, ik heb het al vaak gehoord, maar ik heb geen vraag, ik heb geen vraag gesteld. En toch bent u hier. En dat betekent wat hij altijd doet. Dat hij je altijd opzoekt waar je zit, waar je je bevindt. Dat hij niet zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, maar je zult eerst moeten weten hoe moe je bent. Dat doet hij niet. Hij zoekt je op waar je bent. En maak je geen zorgen. Dan maakt hij je vanzelf wel nederig, hoor. Dat komt er wel van. Dus als je hier nou zit en je denkt, ja, maar ik heb helemaal geen vraag. Ik heb helemaal geen nood in mijn leven. Hoort u wat u zegt? Als dat geen nood is, ik heb geen nood in mijn leven. Dan zeg je dus eigenlijk, Heer, ik ben verloren. Dan zegt hij, ik wou bijna zeggen mooi, maar dat is natuurlijk niet mooi. Maar daarvoor ben ik gekomen. Om te zoeken, te redden, te bevrijden, te genezen. Dat wat voor mij niet op de been kan blijven. Wat zelfs het volhoudt. Om redelijk onverschillig tegenover God te blijven staan. Ik heb geen vraag. Om dat te bevrijden. Te redden. Jezus is het antwoord. Wat is onze vraag? Onze vraag hoeft dus niet voorop gemeente. Want het antwoord staat. Jezus, de Heere, redt. Sterker nog, hij is niet alleen het antwoord, hij is ook de vraag. Voordat ik iets verzin van mijn vragen, van mijn behoefte en nood of niet bij hem. Het antwoord staat, Jezus. En hij is ook de vraag. Hij zegt, ik ben Jezus. En wie bent u? En wie ben jij eigenlijk? Zalig ben je als je antwoordt. Amen.